Ik ben Bente en ik zit in 3A van het Juverta en ik doe Groene Lyceum. Het leek me een hele leuke school omdat ik zeg maar op HAVO-niveau ook praktijk kan doen. En op andere scholen kan ik dat niet en ik vind het wel leuk om heel veel met mijn handen te doen. Ik heb dit niveau gekozen omdat ik hier op MAVO, HAVO door elkaar kan doen en daarna verder kan gaan met een MBO. En dat ben ik om mijn 18e mee klaar en daarom hoef ik niet nu al te kiezen. En met mijn MBO 4 kan ik weer alle kanten op. Ik ben aan het kijken of ik iets met dieren wil doen, zoals een geit. Of dat ik iets wil doen met onderzoeken, bijvoorbeeld voor ziektes. Ik wil een soort van onderzoek worden of ik wil met dieren gaan werken, zoals een fokkerij of trainer. Ik vind het een hele mooie school vooral, omdat er best wel veel groen is. In het begin leerde je heel veel met projecten omgaan, want dat is bij ons niveau. Later maakt het wel steeds moeilijker. Dus dan moet je zelf meer dingen gaan uitzoeken, maar het wordt wel steeds leuker. Dus we gaan bijvoorbeeld nu een reis naar Brussel maken. Als je naar die school toe komt, moet je wel rekening mee houden dat je natuurlijk binnen 3 jaar alle stof moet leren die je voor een MAVO-examen doet. Want je doet na 3 jaar al eindexamen in MAVO. Ondertussen doe je wel HAVO-stof, dus je leert wel meer. Maar omdat het zoveel leren is, is het dus ook wel moeilijker. De sfeer op school, ik vind het best wel gezellig. Er is vaak veel te doen. Er zijn ook veel buitenactiviteiten. En persoonlijk vind ik de docenten ook altijd gezellig. Natuurlijk moet je soms ook luisteren.